Mr. Ursa, how do you even start to heal and to fix and mend the complex divisions in Dutch society right now and stop people from becoming more polarized and radicalized? Well, I'm not sure that your assessment is the right one. I think you are referring to what happened 2 weeks ago when we started with the curfew. Let me finish my answer, and then you can ask the next question. And I think we have seen over the past couple of weeks that almost everyone has observed the curfew. And let me say, I know there was a lot of attention for this in the international press, the riots and the disorder. They have nothing to do with opposition to the curfew. This was criminal behavior, pure and simple, it was so heartening. Nog even over de verkiezingen als het mag. Een record aantal partijen doet mee, 37. Dus u dat wordt ook een heel groot vel. Precies. Grotere boxjes. U krijgt dus ook een record aantal collega-lijsttrekkers, concurrenten. Hoe leuk is dat? Ik ben er natuurlijk ook wel over aan het nadenken steeds meer, omdat die verkiezingen nu ook wel geloof ik over 43 dagen zijn. Zo raar zijn als het ook niet langzamerhand op mijn radar begon te verschijnen. Tegelijkertijd, ook deze week was het weer zo druk met crisis bestrijden, dat ik ook weer niet zoveel tijd voor had. Is dat het feest van de democratie? Ik weet het niet. We zullen het zien. Wat ik het mooie vind in Nederland is dat we geen kiesdrempel hebben. Ik geloof dat de VVD er wel een wil. Ik ben er zelf niet voor. Ik vind het mooi dat als u en ik morgen een partij oprichten en we hebben 60.000 kiezers of 70.000, dat we dan een zetel in het parlement hebben. En dat dan die 70.000 mensen zeggen, die Wester en Rutte, die vertegenwoordigen ons. En dan gaan wij knokken wie er op die zetel komt. En als we er 120.000 hebben, kunnen we er allebei gaan zitten. Dat vind ik ook wel mooi voor de Nederlandse democratie, dat we geen kiesdrempel hebben. En dat we altijd zoeken naar die compromissen en naar het bouwen van coalities. Ik zit meer te denken, hoe ga je met dat enorme vel dadelijk in dat stemhokje dat doen. Wordt boeiend. En ja, het is wel 1,5 meter, dat is waar. Ja, het is meteen veilig. Goed, heel veel dank. Goed, ik ga hier eens op kou op deze vraag. Voorzichtig het weekend. Thanks.